Yes, dames en heren, jullie luisteren naar First Man. Ik ben ondertussen 22 jaar. Ik ben van Pakistaans komaf, zoals jullie weten. En als je het nog niet weet, dan weet je het nu. Ik ga jullie vandaag meenemen tijdens een korte reis in mijn leven. Hoe ik begonnen ben, waar ik begonnen ben, hoe het eigenlijk allemaal is gelopen in mijn leven. En hoe het is gekomen dat ik nu op dit moment waar ik in mijn leven sta. En het begint allemaal bij het begin. Mijn verhaal begon toen ik 6 was. Als 6-jarige knul zat ik op de basisschool. Ik was best wel een braaf jongetje. En na schooltijd ging ik altijd naar het buurthuis De Burgt. En op een gegeven moment kreeg ik in groep 4, was het uiteindelijk, 3 of 4, kreeg ik een verlengde schooldagcursus trommelen voor het koorhuis in Den Haag. Dat was een centrum waar je dus workshops kon krijgen. Nou, zij kwamen dus bij ons op school en ik kreeg van een Afrikaans meester les in trommelen. En daar kwam het dus uiteindelijk naar voren dat ik aanleg voor muziek had, want ik was, om het maar zo bescheiden mogelijk te zeggen, de beste van de klas met het trommelen, de beste van de school. En buiten het feit omdat ik trommelde op school, ging ik altijd na schooltijd naar een buurthuis. Aan het einde van de straat bij mijn buurthuis De Burgt. En daar speelde ik altijd voetbal, verstoppertje, noem maar op. En ik had daarbuiten ook nog eens theaterles altijd. Ik hield van toneelstukjes spelen en zo en acteren. En uiteindelijk, op een of andere manier, kreeg ik het in mijn hoofd dat het misschien leuk was als ik mijn trommelmeester van mijn basisschool aan mijn theatermeester van mijn buurthuis zou voorstellen. Nou, die heb ik dus uiteindelijk aan elkaar voorgesteld. Daardoor ontstond er dus een theatertrommelgroep genaamd Fata Morgana. En eindstand kreeg ik dus op jonge leeftijd al optredens met die theater- en trommelgroep. En dat ging door tot mijn 11e. En op mijn 11e kreeg ik de kans om auditie te doen voor de musical Lion King. De officiële van Joop van den Ende. En ik deed mee aan de audities. En op een of andere manier lukte het mij om alle audities te halen. En ook de zomerschool had ik voltooid. En ook alle andere audities had ik gehaald. En uiteindelijk kreeg ik de rol van Simba in Lion King. De kleine Simba. En dat was voor mij wel een unieke ervaring. Waardoor ik in het Fortis Circus Theater kon staan. En vervolgens heb ik ook in Kruimeltje gespeeld. En dus daardoor rolde ik in de muziekwereld. Maar wel altijd met eigen inspanning, met eigen initiatief. Ik heb van kleins af aan al heel veel durven te dromen. En nu ben ik 22. Ik heb ondertussen meer dan 1000 shows in mijn leven gedaan. Ik ben beatboxer van heel hoog niveau. Ik heb meer dan 2,5 miljoen views op YouTube. Op nummers van mij. Vroeger kenden ze mij als Hassan de beatboxer op een gegeven moment. Vervolgens kenden ze mij als Hassan. Toen kenden ze mij als Game Over. Dat is een periode, toen had ik een rap beatboxgroep ontwikkeld. Dat was Game Over. Dat was op mijn 14e, 15e. En op mijn 15e uiteindelijk begon NGS. En daar ga ik jullie wat meer over vertellen. Want NGS is namelijk voor mij een periode geweest waar ik heel veel heb geleerd. Want ik hield altijd al van muziek, ik hield van nummers maken, ik hield van mensen vermaken. Ik hou van het feit dat ik op het podium kan staan en mensen kan entertainen, mensen kan blij maken, hun mijn glimlach kan geven. En bij NGS begon dat eigenlijk. En dat werd steeds beter en beter. Meer nummers werden uitgebracht, meer optredens kregen we binnen. Meer aandacht kregen wij, ingetrokken met me. En nu ben ik 22. En ik dacht, ik ga even een filmpje opnemen om iedereen duidelijk te maken hoe First Man nou in elkaar zit. Er is altijd een misvatting over een artiest. Veel mensen creëren snel een boegbeeld. Ze plaatsen snel iemand in een hokje zodra ze iets horen of iets zien van iemand. Nou, ik zeg altijd, je moet een boek niet beoordelen op zo'n kaft. Lees eerst het inhoud. Ja, goed door voordat je bepaalt wat het is, ook als je een toets maakt. Tegenwoordig MC ik
ik host, ik MC, ik beatbox, ik treed op, ik maak nummers, ik organiseer feesten. Ik doe eigenlijk van alles en dat doe ik met heel veel plezier. En wat ik eigenlijk jullie wel duidelijk maken met dit, is dat je moet durven dromen. Als je durft te dromen, als je durft te werken, durft te vechten voor wat jij wilt, als jij durft 100.000 miljoen procent te geven voor datgene wat jij wilt, dan zal je het ook zeker halen. Want ik had niks met muziek. Ik heb nooit ook steun gehad van buitenaf met muziek. Ik heb er zelf voor gezorgd dat alles wat ik nu heb, heb ik zelf bereikt. Ja, ik heb elk steen zelf op elkaar gestapeld. Elk steen, elk blokje heb ik zelf erop gezet. En daardoor ben ik nu daar waar ik op dit moment wil zijn. Want nu op dit moment, op mijn leeftijd waar ik ben, ben ik heel blij mee. Ik dank God daarvoor, ik dank de mensen die mij steunen daarvoor. Maar ik ben ook heel blij met wat er nu komen gaat. Want ik MC nu voor grote DJ's. Ik kan de naam niet noemen, maar ik MC voor grote DJ's. Ik MC op hele grote feesten. Ik treed op hele grote feesten. En ik jaag mijn dromen gewoon na. Ik ben nu 22. Ik ben nu hier. En over 5 jaar krijgen jullie allemaal weer zo'n filmpje te zien. En dan hoop ik daar te zijn. Je boy First Man. Onthoud het getal nummer 1. Ik ben verliefd op jou.